Het borstbeeld van Ian Adin is vandaag op de Internationale Dag van de Wetenschap in gezelschap van familie en vrienden van de veelzijdige Surinamer onthuld door president Chandrika Persat Santokhi. De onthulling is volgens de zoon van de wetenschapper Rakesh Adin een bewuste keuze, maar ook een bijzonder historisch moment. Rakesh geeft aan dat zijn vader een onvoorstelbaar grote bijdrage heeft geleverd aan het wetenschappelijk onderwijs gebeuren en zegt dat de familie trots is dat Ian Adin op eervolle wijze wordt herdacht. Om een optimale bijdrage te kunnen leveren tot onze samenleving had hij als jongeman namelijk besloten zich speciaal te gaan verdiepen in diverse maatschappijwetenschappen. Omdat hij vond dat hij toch een meer formele achtergrond nodig had, wilde hij een adequate bijdrage leveren tot de ontwikkeling van onze samenleving. Dus in dat opzicht, toen hij 3 jaar vertrok naar Nederland van 58 tot 61 om te gaan studeren, in dat product, het was die studiedrang in feite die hem heeft gedreven en de academische titels waren een bijproduct. Nadat het beeld en het ontwerp gereed waren, volgde een jarenlange zoektocht naar de geschikte locatie. Uiteindelijk is de huidige locatie hier in 2021, 2 jaar terug, via het kabinet van de president aangevraagd en per brief van DC Paramaribo Noordoost, de heer Ricardo Pola, ook hier aanwezig, aan de stichting Jan Adin Monument toegewezen. Saiyan detail is dat mijn vader heel lang les heeft gegeven op de rechtsschool. En dat gebeurde vlak hier, op de Kalor School. Natuurlijk is hij later ook verbonden geweest aan de juridische faculteit, toen de universiteit eenmaal was opgericht. President Santokhi geeft aan dat Ian Adin gecategoriseerd moet worden tot de prominenten binnen de samenleving vanwege zijn bijzondere bijdrage in vele opzichten. Aan de andere kant heeft hij ook een bijzondere bijdrage geleverd aan verschillende aspecten van onze culturele diversiteit. En zeker kunnen we hierbij noemen de huwelijkswetgeving, met name de zogenaamde Aziatische huwelijkswetgeving uit 1940. Daar heeft hij ook zijn bijdrage geleverd tot en met ook die laatste wijziging. Zoals eerder ook gezegd, zijn officiële spelling in het Sanami. Maar laten we niet vergeten, zijn belangrijk wapenfeit in 1971, toen hij minister van Justitie en Politie was, heeft hij ervoor gezorgd dat het verbod op beoefening van de Winti-cultuur geschrapt heeft. Het borstbeeld van Adin, dat volgens de familie al sinds enkele jaren gereed was om geplaatst te worden, is vervaardigd door beeldhouwer Arjan Verweij. Adin was wetenschapper, schrijver, politicus en filosoof. Hij stierf in 2002 op 74-jarige leeftijd.